Vraagje, is die baby al onderweg? Oh. Dankjewel, doeg. Ze komen hier zo naartoe. Fine. Fine, doe maar. Vandaag geboren rond 9 uur. Ingeleid vanwege een klein kind. Geschat met 2 kilo. Eigenlijk een redelijke start. Maar na 10 minuten toch desaturaties aan de CPAP gelegd. Dat hielp eigenlijk onvoldoende. En bij ongeveer 25 minuten reanimatiesetting. Met 13 minuten thoraxcompressies. Vulling over de navellijn. De baby, Fine, is na een bijna voldragen zwangerschap van 37 weken geboren. Vlak na de geboorte ging het onverwacht mis. Fine stopte met ademen en is 13 minuten lang gereanimeerd. Och, meisje. Och, lieverd. Rustig maar, schatteke. Het is goed. Tube zit op 10, dat klopt? Ja, klopt. Zat er al bloed in de tube? Ja, heel veel okay. Beetje. Och, meisje, toch. Neus lijkt het helemaal dicht te zitten. Och, meisje, toch. Ja, ik ga het zo proberen. Oh, ze ziet er ook beroerd uit, zeg. Jeetje. 30,8, frequentie 60 en NO staat op 20, zuurstof op 100. Oké. Ja, kunnen we tillen? Hebben we de pompen eruit? Die moeten er allemaal uit. Spuiten. Ik til de baby en ik heb de tube. Oké. Hij staat in de tube vast. Als nog goed inkomt, die had de diepte gecheckt. Die was hetzelfde. Ja, saturatiemeters zitten aan. Ik heb nog geen. Saturatie 44, postductaal of preductaal. Wacht even, even de A. We hebben geen A. Oh, gelieverd, rustig maar. Vanochtend zijn Emma en Klaas na een voldragen zwangerschap ouders geworden van hun derde dochter, Fine. Maar vlak na de bevalling ging het helemaal mis. Fine kon niet goed zelf ademen en heeft daardoor waarschijnlijk een ernstig zuurstoftekort opgelopen. Verpleegkundige Hester doet er samen met collega's alles aan om haar nu zo goed mogelijk te helpen. Maar de situatie is helaas kritiek. Nee, daar kom ik niet in. En die andere neus is helemaal dichtgeplakt. Oh, meisje toch. De vader van Fine, Klaas, is net in het ziekenhuis aangekomen. De moeder kon natuurlijk niet direct na de bevalling meekomen, maar zal zo snel mogelijk gebracht worden. Ach, lievertje, kom maar. Kom maar even erbij, papa. Ja, het is goed, lieverd. Ik ben Hester. Ik mag voor je dochter zorgen. Fijn. We hebben eigenlijk nog niet zo heel erg veel gedaan. We hebben die hier in bed gelegd. Ja. En wat we nu aan het doen zijn, is even aan het kijken van wat gebeurt er precies. Ja. Dus we hebben goed even naar de beademing gekeken. We hebben een keertje uitgezogen, komt wat bloed uit haar longen. Ja. Ze was slecht van kleur toen ze binnenkwam, kleurt er een beetje bij. Oké, gelukkig. Maar nu zie je wel weer dat ze het wat lastiger heeft. Dus we geven haar een klein beetje morfine om iets meer rust te geven. Omdat we nog een aantal andere dingen moeten doen. Okay. Voordat we strakjes in de wrap gaan om te koelen. Ja. Er komt heel veel informatie op boven. Ik kan nog veel meer vertellen, maar dat ga ik nu even niet doen. Ja, ik vind het gaat goed. Dus blijf maar in de buurt, gewoon hier. We zitten niet in de weg. En als u wel in de weg zit, dan werk ik om u heen. Ja. Okay. Probeer niet al te veel te schrikken van de alarmen. Ik heb gewoon nog niet alle grenzen goed ingesteld. Ik weet dat nog niet alles helemaal goed is, maar daar zijn we mee bezig. Nee, dat is goed. Oké, hoe is het met uw vrouw? Goed. Oké, fijn. Zal ik wachten op de Oké, u mag haar aanraken. Als u het wil, het hoeft niet, maar het mag. Vrouw? Nee, het is papa-meisje. Is het uw eerste kindje? Nee, de derde. De derde? Hoe heet ze? Fine. Ja. Okay. Ja, zit niet helemaal vast. We hebben moeite om een zonde door haar neus te brengen. Dus dat zou het probleem kunnen zijn. En daar gaan we nog verder naar onderzoeken. Het zou wat misvormd zijn of zo. Althans, niet goed gevormd. Soms als het niet doorgankelijk is, kunnen baby's niet goed ademen en kunnen ze in de problemen komen. Ja. Dus dat zou een oorzaak kunnen zijn. Ja. Maar goed, dat weten we gewoon nog niet. Dat moeten we allemaal nog gaan uitzoeken. Nee, oké. Oké, goed. Wij werken door. Als u vragen heeft, mogen ze altijd stellen. Ik weet niet of ik tijd heb om ze direct te beantwoorden. Dat snap ik. Nee, Oké, goed. Kom lieverd, ik ga je een klein beetje omhoog tillen. Oh, dan wacht ik ook nog even met morfine. Dat is waar, want die krijg je nog. Ja. Yeah. Het is goed, schat. Het is goed.
komen eraan. Emma, Fine's moeder, is er inmiddels ook. Omdat Fine direct na de reanimatie met spoed naar het Erasmus is gebracht, heeft Emma haar dochter nog niet gezien. We mogen wel om het hoekje kijken hoor. Kijk, de dokter staat steriel. Hallo, ziet er een beetje raar uit. Ja. Dat doen we voor de steriliteit. Ja. En ze weet ook nog niet hoe het nu met haar gaat. Ja. Ze lijkt een beetje te stabiliseren. Ze kwam echt heel beroerd binnen. We hebben echt heel hard moeten werken. Maar het lijkt alsof we nu wel iets stabiliseren. Dus dat is fijn. Ze deed steeds eigenlijk wel even de oogjes open. We hebben iets meer medicatie moeten geven om haar een beetje te laten slapen. Want anders dan zou ze te onrustig worden. Maar we hebben eigenlijk nu wel alles eraan wat we eraan willen hebben qua medicatie en dingen. Dus nu moeten we kijken of we het stabiel kunnen houden of we haar stabiel kunnen houden. Ja, als ik dan tegen ouders sta te praten, dan voel ik af en toe wel dat ik denk, oh, ik schiet vol, moet ik niet doen. Terwijl, ja, weet je, als het wel zou gebeuren, dan denk ik, ja, ik ben ook maar mens. Dit is echt... Mensen zijn zo machteloos, ouders zijn zo machteloos. Ja. Dus dat vind ik echt wel... Ik ben blij dat ik het kan. En ik weet waar ik goed in ben. Maar ik vind voor ouders vind ik het echt af en toe zo heftig. Dan denk ik, ik weet niet of ik dit als ouder zou kunnen. Ik weet echt niet of ik dat zou kunnen als ouder. Ik wil jullie heel even aanraken. Dus af en toe heel even de oogjes open. Oh, ja. Zie je? Laat ze maar heel even zo. Ja. Leg maar je gouden hand erop. Probeer maar niet te aaien, want het geeft heel veel prikkels voor de gang. Zo, ja, prima. Ja, dat is mama. Dag, meisje. Hallo. Ze heeft het wel even zwaar gehad. Ja. Nou, hij kijkt wel zo. Helder. Ja, ze kijkt echt goed uit de ogen. Voor alles wat er met haar gebeurd is, hè? Oh. Kijkt ze echt goed uit de ogen. Kindje kwam natuurlijk heel ziek binnen, heel instabiel. En eigenlijk hebben we door heel hard aan te werken nu wel een redelijk goed evenwicht kunnen vinden. Maar we zijn er nog niet. De baby is nog niet stabiel genoeg om echt te kunnen zeggen van nou, het is oké. Dit is de bloeddruk die nu op alarm gaat, daar zijn we mee bezig. Zit ze er maar voor. Dat zou ook niet. Ja, misschien is het. Ja? Ja. Ik hoef niet meer. Nee? Oh, oké. Het is vandaag precies 7 weken geleden dat Fine met een ernstig zuurstoftekort werd opgenomen. Emma en Klaas verbleven al die tijd dicht bij haar, in het ouderhotel naast het ziekenhuis. Fine bleek niet in staat om haar eigen zuurstof op peil te kunnen houden. Ook niet met maximale ondersteuning. Om haar in leven te houden lag ze de eerste 3 weken van haar leven aan de hart-longmachine. En daarna volgden er nog een aantal operaties. Echt 7 weken. 1 voor 9. Toen was ze geboren, 7 weken geleden. Ja. Dus ze is nu 7 weken en 27 minuten. Zag ze foto maken, hè? Ja, of kaartje maken. Ja. Voorlopig zijn weken nog mijlpalen. Ja. Waarbij dat de eerste dagen was. Maar dus de eerste week durfde niet echt te vieren of zo. Nee. Maar nu doen we gewoon elke week. Ja, nu durf je ook een beetje meer blij te zijn met stapjes die vooruit gaan, zeg maar. Emma en Klaas betrekken hun oudste dochters zoveel mogelijk bij Fine. Op die manier willen ze ondanks alles toch zoveel mogelijk een normaal gezin zijn. We zijn de afgelopen 7 weken niet thuis geweest. Ja, dat is wel gek. Dat is heel gek. Ja.
Maar super fijn dat hij. Ik weet dat je dat Ronald McDonald thuis er is. En dat opa's en oma's er zijn om voor de andere kinderen te zorgen. Want anders hebben we. Je weet hoe we dit zouden moeten doen. Zeker niet gelukt. Nee, klopt. Dan gaan we even naar voren kijken. Ja. Oh.